In de tijd dat Pipo begon, was er maar één zender. En de allereerste uitzendingen, dat was ook maar de enige uitzending in die hele dag. Dus de kijkdichtheid was enorm. De mensen, nog niet veel mensen hadden televisie. Maar de kinderen die kropen woensdagsmiddags en zaterdagsmiddags bij elkaar, bij degene die het wel had. De Pipo lekker nooit. Ik maakte altijd eerst tekeningen van voor mezelf, van de figuren waarover ik schreef. Ik moest het voor me zien in mijn verbeelding en dan kon ik er pas voor schrijven. En met de acteurs was het ook, toen ze het begonnen te spelen zag ik allerlei mogelijkheden. Ik zat aan hun lippen gewoon van, oh, dat doe jij dus zo, dat heb je van jezelf. Pipo, hoe doe je dat niets doen? Niets doen, dat is gewoon zo, hè? Met die armen over elkaar, zo lekker. In 1966 bouwde Wim Muldijk een lichtgewicht Pipo-wagen, zodat het ezeltje de kar kon trekken zonder hulp van de filmploeg. De opnames voor de dagelijkse Pipo-filmpjes begonnen eind 1966 in de tuin van de schrijver in Bussum. Maar al gauw trok de populaire clown zoveel bekijks dat hij moest uitwijken naar een rustige locatie. En dat werd Kasteel Groeneveld in Baren. Attentie, opgelet, het begon zo. In de weekenden en op woensdagmiddag konden ze er even goed niet filmen vanwege de jeugd die dan vrij was. Maar door de week was het stil en dan kon de woonwagen ongestoord door het park en over het Pipo-bruggetje rijden. Ik weet nog wel dat mijn moeder, het werd dus in Baren opgenomen en daar woon ik. En mijn moeder altijd zei van, nou, het is in het bos bij Groeneveld en nou, je kan wel eens kijken, misschien is het daar. En altijd als we in het bos waren, hoopte ik dat ik hem tegenkwam met zijn wagen. Maar het is nooit gebeurd. Oh, dat je Pipo tegenkwam. Pipo! Natuurlijk, mijn moeder kon me dat allemaal wijsmaken, dat soort dingen. En nou, vond ik spannend. Dan liep ik in het bos, denk ik, misschien zie ik hem hier wel. En nou, hoopte ik dat ik hem tegenkwam. Ja. Wim Muldijk schreef 208 afleveringen per jaar. De zakken fanmail waren niet meer te tellen. Toen Indiaan Kluk-Kluk zijn veertje verloor, werden hem door bezorgde kijkertjes 400 nieuwe veertjes toegestuurd. Ezeltje Nononono wist aan het eind van elke draaidag zelf de weg naar zijn stal te vinden. In Kasteel Groeneveld, waarbinnen ook het bedje van Petra stond. Kinderen begrijpen er niets van, hè? Ik zal het jullie uitleggen. Nou, vanmorgen hadden Petra en ik een geheimtje. Eens even, dat waren Petra en Pipo. Ja. Jij bent het, Kluk-Kluk. Ja, ik zie het. Ontken het maar niet. Ja, mij zijn wel Kluk-Kluk, oh. Maar mij zijn ook van de haast. Nee, zaken gaan voor, hoor. En zeker taarthaken, ja. Oh, mij weten niks over de taarthaken. Oh, nee? Jij weet niks van de taarthaken? Nee. Je maakt de hele auto kapot. 1, 2, floepers. Ah! Clowns zijn zo eerlijk als goud. Dat is bekend. En dus reden we weer verder. Na 2 jaar ging Pipo weer door met zijn langere avonturen voor de grotere kleinkinderen van Nederland. Stuf, het is gelukt! Ja, snuit, wat boffen we, hè? Die clown is veilig de grens over. Ja, met onze parels. Mooie parels, fijne parels. Pipo was een reizende clown, maar hij hoort thuis in de jeugd en in de herinnering
van duizenden mensen met deze woorden. Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Welterusten.